Oh jeetje, dit, ik vind dit wel zielig. Hier zijn allemaal graven van Pokémon. Jij wil gewoon battelen hier tussen de spoken? Ik vind dit niet kunnen. Ik vind dit absoluut niet kunnen. Yo, Nintendo fans. Deze aflevering van Pokémon Shining Pearl wordt vet. Want we hebben weer een nieuwe gym. Alleen de gymleader is niet thuis. Maar volgens mij staat de gymleader lekker hier te chillen, Rone. Hallo in je mooie panky. Oh, sorry. Excuseer mij. Ga je meedoen aan de Super Contest The Show? Oh, nou, veel plezier. Toevallig zal Fantina, de gymleader van Hard Home, ook meedoen aan de Super Contest. En hoe weet ik dit? Ik ben dat. Ik ben Fantina. Je mag me uitdagen, maar nu nog niet. Je moet eerst sterker worden en dan mag je me uitdagen. Ja, helemaal top, Fantina. Dat betekent zeker dat ik hier die contest moet gaan doen, potverdorie. En als ik dan nou niet wil, hè? Ik heb geen keuze, hè? Ik moet dit gaan doen. We moeten gaan dansen met onze Pokémon. Hallo, Kira. Kira zegt, oh, mijn held. Oh, hoi, Rikachu. Oh, dit is mijn moeder. Nee, joh. Dit is mijn moeder ook hier. Mijn moeder zegt, ik heb nog nooit met Rikachu gesproken over die super contest show. Nou, we krijgen weer een sticker. Ja, dankjewel. Plak er lekker stickertje op. Die sticker die moeten we op de Pokéball plakken voor een show. Kira zal de jury zijn van deze wedstrijd. Nou, mam, wat doe jij hier, joh? Mijn moeder is op vakantie blijkbaar. En ze is verrast dat wij hier ook zijn. Maar ga je echt meedoen aan de Super Contest Show? Ja, dan mag je er niet zo uitzien zoals je er nu uitziet. We krijgen een pakkie. Een echt pakkie. Een tuxedo. Oké, nou, laten we dit maar even gaan doen dan. Dag, mam. Dag. Doei. Leuk. Bedankt voor het pakkie. Hallo, mag ik meedoen? Krijgen weer een pof in. Oké, we moeten eerst gaan oefenen of zo. Vertel me even meer hierover. Hoe werkt dit? Vier mensen werken samen voor een groot publiek. Het moet er visueel mooi uitzien. De dans moet goed zijn en de moves moeten goed zijn. Oké, wie laten we oefenen? Psyduck, jij. Hoppakee, let's go. We moeten een move selecteren. Confusion lijkt me mooi. We moeten een balcapsule kiezen. Ik heb nog niks gedaan. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Dit soort dingetjes skip ik altijd in Pokémon games. Maar kijk hoe vet het is, jongen. De Super Contest Show tutorial, je weet zelf. Wat ziek idee, daar gaat Psyduck. En we hebben een Shellos. En we hebben een Mimikyu en een Pikachu. Ja, iedereen krijgt hartjes, behalve ik. Waarom is er geen liefde voor mijn Psyduck? Doen, 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 doen. Bam, 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 bam. En hier is geen Pokéball? Ja, dit is niet zo moeilijk. Oké, nu moeten we hem vasthouden. Hoppakee. Pets. Ja, wij zijn pro, hoor. Wij zijn heel pro. Kijk hoe pro wij zijn. Tats. En nog een keer. Bam. Lekker. Je kan één keer op X drukken, want dan doe je een contest move. Hier, Confusion. Oh, wat ziek. Krijgen we extra hartjes van? Ik kreeg amper extra hartjes volgens mij, maar oké. Kortom, je moet gewoon op het juiste moment op A drukken. Dat is waar het op neerkomt. Oké, maar laat ik even een mooie Pokéball maken dan. Bubble Sticker D. Wat? Ja, dit wordt een prachtig ponkyballetje, joh. Hoppakee, muzieknootje erop. Nu is alles weg. Wat gebeurde daar? Waarom was opeens alles weg? Ik gooi gewoon random dingen. Oh, dat was de achterkant of zo. Ja, zeg dat dan. Ik snap je toch niks van, joh. Het is niet dat ik dit dagelijks doe, hè. Ik bedoel, het is ook niet mijn hobby, hè, dit. Moet je hem nou gewoon helemaal vol met dit soort meuk gooien? Dat is denk ik de bedoeling, hè. Je kan er 20 stickertjes op doen. Ik ga hem gewoon helemaal vol plakken met stickers. De meest random stickers ook gewoon. Ik vind dit echt heel mooi. Ja, helemaal top, joh. We hebben in ieder geval een mooie Pokéball voor als we mee willen doen aan de wedstrijd. Wij gaan de Cleverness Contest doen. Normal rank, let's go. Die gaan we met Donald doen. Donald is mijn baas. Oké, Waterpuls is blijkbaar een betere keuze voor move. Daar gaan we. En we doen even ons mooie Punky aan, hoor. Waarom heeft die visserman dan zijn visserskleding aan? Je moet toch hier verzorgd eruit zien? Waarom? Nou, zeg. Kijk, daar gaat wel mijn Psyduck. En die heeft nu... Oh, die heeft echt een zieke Pokéball. Ik krijg 3 hartjes. Ja. Daar zijn Zeen en Stubby. En dat zijn een... Ja, het zijn echt super... het zijn wel slimme Pokémon. Dit is natuurlijk de slimme contest. Dus dat. Focussen, jongens. We moeten eventjes keihard gaan, jongen. Kom maar. Tax. Ja. Pats. Ja. Pats. Pats. Ik ga bijna mijn contest move doen, hoor. Hier komt hij. Contest move. Waterpulse. Wow, super sick. Kijk. En die anderen doen lekker mee. En hoppakee. Lange move. Ja. We geven allemaal hartjes aan elkaar. Wat een liefde, zeg. In deze contest. Tax.
Dit komt beter blijkbaar. Dit waren geen shinings. Dit waren greats. Dit is nog een great. Let's go. Mag ik weer een keer een shining? Ik wil het even beter doen. Shining! Oké. Shining en great. Ja, dit is mooi hoor. Dit is mooi. Dit is echt super mooi. En nu? Wat heb ik nu iets gewonnen? Mag ik nu de gym challenge doen of? We hebben halpunten gekregen. Oh, dit duurt wel even voordat we een rank omhoog zijn. Maar wie is de ster van de show? Zeg me dat Psyduck de ster van de show is, jongens. Ian krijgt brons. Ik ben niet de ster van de show, maar ik ging supergoed. Ik vind het niet eerlijk. Jullie disrespecten mijn Psyduck. Oké, maar mag ik nu de gym challenge gaan doen? Ik wil de gym gaan doen. Is ze al thuis? Hij weet niet precies waar ze is, maar ze komt op een dag terug. Maar eerst moeten we andere plekken bezoeken. Ja, lekker dan. We kunnen deze gym helemaal niet doen. Zit ik net te vertellen dat dit een super vette video is omdat we een nieuwe gym kunnen doen? Kunnen we helemaal geen nieuwe gym doen. Oké, let's go. We gaan naar Amity Square. Hier kan je lekker met je Pokémon gaan lopen. We kunnen met Abu of met Donald lopen. En laten we met onze starter gaan lopen. Oh, ze gaan allebei. Wacht, waar is Donald naartoe, jongen? Donald rende weg. Donald, gast, waar ben je naartoe gerend? Daar ben je, hè? Hey, gast, wat ging je doen? Donald moet ergens aan denken. Oh, kom je nou mee of niet? Ja, kijk, nu komt hij mee. Gezellig, joh. We gaan hier lekker wat pokeballetjes oprapen. Oeh, Volt Switch. Nice. Hij vindt het superleuk dat zijn Pikachu hem achtervolgt. Ja, dat is natuurlijk ook lachen, joh. Al die Pokémon die achter je aanrennen. Hier zien we een Clefairy'tje. Soms kunnen je Pokémon dingen vinden, zegt dit vrouwtje. Donald heeft niks gevonden. En jij, Monferno? Ook niet, oké. Hier kunnen we de rechterstick, zeg maar, bewegen om een andere aanzichtje te krijgen. Nou, super lachen. Gaan we hier even de pokeballetjes uitgrappen. Een Amulet Coin. Dan krijgen we meer monies als we battelen, als wij die aan een Pokémon geven. En een Spooky Plate. Er staat iets in. Er staat, when the universe was created, its shards became this plate. Dus toen het universum was gemaakt, zijn de shards gekomen en dat is deze plaat geworden. Wat konden we daar ook alweer mee, joh? Oh, ik kan niet in mijn bag kijken. Gasten, mag ik er langs of... Jongen, ga eens opzij, joh. Je loopt hem in de weg. Nou, supergezellig. Volgens mij kan ik hier voor de rest niks meer doen. Dus we gaan er weer vandoor. Doei, tot de volgende keer. Oh, maar nu kunnen we een Pokémon achter ons aan laten lopen. Dus dat kan je doen als je hier bent geweest. Kijk, daar is Monferno. Yo. Oh, dit is wel goud. Yo, nee, de gameplay was net uitgevallen, zag ik. Er was een foutje in de opname. We zijn net Chukarik tegengekomen die met ons wil battelen. En ik heb net zijn Starly gesloopt. Starly deed wel Endeavor op 2 HP. Wat inhoudt dat mijn Psyduck ook bijna kapot was. Maar mijn Psyduck heeft het gered. En nu is de tweede Pokémon daar. Roselia is zijn tweede Pokémon. Ja, en daar heb ik natuurlijk dan eventjes onze Abu voor gefixt. Hatsiki idee. Pak hem! Yes, lekker. Dit gaat hard. Dit gaat top. Dit gaat helemaal super. Ja, nice. Oeh, lekker veel XP. Ook 404 zelfs voor Chimchar. Ik bedoel Monferno. Dan nu tegen Primplumpy. Ja, en daar hebben we natuurlijk weer onze lekkere Luxio voor. Let's go, Luxio. Primplumpy, jongen. Ja, zijn starter is dus ook geëvolueerd. Maar Luxio is wel sneller dan Primplump. Want Primplump is inderdaad niet zo heel snel. Zijn verdediging en special verdediging zijn normaal gesproken best wel goed. En hij doet wel een Bubble Beam, ondanks dat ik hem geparalyzed heb. Oké. Zo, die Bubble Beam is best wel hard. Het is een critical hit, jongen. Jeetje. Oké, we moeten wel voor die Primplumpy gaan oppassen, volgens mij. Want het is volgens mij best wel een goede Pokémon. Als die zelfs met een Bubble Beam mijn Pokémon helemaal kapot maakt. Althans, bijna. Hij gaat wel naar level 26, onze Simba. En Gerrit gaat naar 22. Gerrit, die in de vorige aflevering een andere nickname heeft gekregen, natuurlijk. Dan nu tegen Ponyta. Ja, en dus mijn Donald is bijna kapot gemaakt. Laten we even kijken wat Blade kan, onze Absol. Wel vet om Absol ook af en toe te gebruiken, want het is gewoon een hele zieke Pokémon. Ik heb alleen nog niet zo heel veel aanvallen. Ik kan eigenlijk alleen maar knock-off doen als een beetje een goede aanval. Ja, terwijl die Ponyta, die gaat ervoor. Oké. Als de knock-off dan zo sterk is, dan gaat het wel lekker. Jemig. Blade gaat daardoor naar level 24 en zijn stats zijn echt al lekker. Moet je zijn attack zien. Zijn attack is echt te ziek. Die is nu al 77. En hebben we Chukarik verslagen. Ik vroeg me af of dit een soort van Hop 2.0 wordt. Maar volgens mij is die wel iets beter dan Hop. Alsnog hebben we je gepakt, Chukariki. En zijn droom is wel om de beste trainer ooit te worden. Maar ja, ik moet nu gewoon sterker worden, zegt hij. Ik moet winnen. En één dag ben ik de beste trainer ooit. En ik ga nu naar de Philstone Gym om die uit te dagen. Oké, man. Dan gaan wij achter je aan. Trouwens, als je dit nog steeds vette video's vindt, doe de duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Dat zou ik super vet vinden.
even, zet het belletje aan. Doe wat je moet doen. En we kunnen hier een Pokémon-ei krijgen. Ja, geef maar. Nee, niet? Nou, weet je, laat ook maar zitten. Wie zit er in dat ei? Laat het even weten in de comments. Wie zit er in dat ei? Misschien ga ik nog wat terug om het te halen. Maar ik ben op zich wel tevreden met mijn teampie. Er moet hier een stenen pilaar staan ergens. Hier ergens verderop. Wow, kijk nou. Zij chillt hem gewoon met B-Barrel. En ze is aan het trainen voor de Super Contest Show. Oh, dat is wel leuk. Oh, we krijgen 3 elektriciteitsstickertjes, joh. We krijgen van iedereen stickers in deze game, man. Wat moet ik met al die stickers? Oh, en laat ook even weten wie jullie vinden dat er achter mij aan moet lopen. Wie vinden jullie het vetst als die achter me aanloopt? What up, Starly? Starly wordt wel echt goed, hè? Staraptor wordt... Ik vind deze Pokémon op zich niet super cool of zo. Maar veel mensen gebruiken wel een Starly. Omdat die gewoon echt oprecht best wel goed wordt in deze game. Dus ik snap het wel als je deze wel hebt gevangen. Maar ik ga het niet doen. Ik wil gewoon een lekker gekke Pokémon. Die ik normaal niet gebruik. Dat vind ik top. Dus eigenlijk moet Luxray straks ook nog weg. Ik denk dat jullie boos worden als ik Luxray weg doe, of niet? Hallo, Pokémon breeder Albert. Oeh, met een Bronzly. Geef hem maar even lekker tikkie hoor, die Bronzly. Oeh, en die vind je sturdy zeker. Ja hoor, zoveel Pokémon hebben ook sturdy in deze game, hè. Oh, en hij gaat mij nadoen. Of nou ja, hij doet Mimic en hij heeft nu dus mijn aanval geleerd. Maar ja, dat is een beetje te laat, hè. Dan kan je beter gewoon copycat doen, want dan gebruik je ook gelijk die move. Sorry, Bronzly. Hey, dan gaat weer een Pokémon level mogen, namelijk LeBronze naar level 19. Dan mogen we nu met Gerrit, ja, tegen Pichu. Of is Gerrit nu alleen nog een watertype Pokémon? Misschien is het helemaal niet slim van mij. Is hij al een grond- en een watertype Pokémon? Of is hij alleen nu nog water of alleen grond? We gaan het nu leren, denk ik. Wat gaat Pichu namelijk doen? Oh, die gaat Play Nice doen. Oké. Die doet geen elektriciteitsaanval. Klappen met modder! Lekker! Ik heb veel vertrouwen in Gerrit, jongen. Gerrit wordt de MVP van dit team. Dan nu. Ja, dit gaat ook geen enkel probleem zijn. Kijk maar. Oh, nee, wel een poison point, jongen. Moet dit nou? Is dit nou weer nodig? Zo jammer, bedoel. Ik ben teleurgesteld in je. Hallo, meneer. Ben je al lekker aan het vissen hier, joh? Oh, we krijgen hier een betere hengel. Oh, nice. Laat even kijken of we een visie kunnen vangen. Oké, weer Magikarp. Ja, maar daar heb ik toch geen goede hengel voor. Ik wil nu toch een betere Pokémon niet. Ik bedoel, ik frituur deze Magikarp, man. Dat zeg ik wel. Maar ja, uiteindelijk wordt Gyarados zo'n beetje de epische, meest epische Pokémon uit de eerste generatie, joh. Oh, duo battle, let's go. Dat vind ik altijd vet. De tweeling Emma en Lil hebben een Bronzly en een Mime Juniortje. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe we dit aan kunnen pakken. Mime Junior. Ja, die wordt gesloopt door onze Luxio. Dat ging vrij soepel. En Donald gaat daarmee al naar level 25. En dan doet Donald een waterpuls. En is dan Bronzly ook in één keer kapot. Oh. Oh, 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 oh. We hebben nog niet echt heel veel uitdaging gehad in de game, hè? Het gaat tot nu toe best wel makkelijk allemaal. Sorry, tweelingkies. Maar ja, had je maar even andere Pokémonnetjes mee moeten nemen, joh. Hallo, hallo, ik ben een Pokémon. Ja, hoor. Jij wel. Pokekid Danielle. Ja, en die heeft uiteraard een Pikachu. De vorige keer dat ik tegen een Pikachu moest, ging dat echt heel makkelijk. Ik ben benieuwd of deze Pikachu wat sterker is. Deze Pikachu probeert mij in ieder geval te charmeren. En dat lukt waarschijnlijk ook wel, want mijn attack is nu behoorlijk naar beneden. Alhoewel nog steeds met 2 bijtjes is die als het goed is kapot. Maar hij gaat lekker door. Ja, oké. Danielle probeert mijn Simba helemaal te verleiden. Zodat hij niet meer aandurft te vallen. En nu? Ga je nu mij dan aanvallen? Ja, met een quick attack. Nou ja, sorry Pikachu. Ik vind je altijd leuk. Nou ja, ook van jou moet ik gewoon winnen. Oeh, Abu gaat al naar level 28. Wat gaat die hard, joh. Even kijken hoor, we kunnen hier zo onder langs. En dan, ja, dan ligt hier een itempie die ik nooit ga gebruiken. Namelijk een X-Accuracy. Er staan hier nog wat trainers. Oh, wat was dit ook alweer? Dit was ooit een toren gemaakt van steen. En deze meneer zegt, toen ik hier laatst aan het joggen was, toen kwam er een Pokémon achter me aan. Ik ging super snel rennen. Ik heb hem niet meer gezien. Klinkt heftig allemaal. Ben hier weer met een andere breeder aan het trainen. En ze hebben hier echt allemaal baby-Pokémonnetjes, joh. Ik weet het niet, hoor. Ik weet niet of jullie met z'n allen ook bezig zijn, net als ik, met een baby-only challenge. Maar dan in Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Maar ik moet eerlijk zeggen dat jullie hem niet heel erg moeilijk maken, trainertjes. Misschien wordt straks de gym weer wat spannender. Ik maak bijna al deze Pokémon gewoon met één klapje kapot, joh. Oké, ligt hier een itempie? Ja, een Tiny Mushroom. Ik kan natuurlijk ook de Poké-Edge daarvoor gebruiken, maar ja, ik ben gewoon veel te lui daarvoor. Ligt hier een item hierachter?
Nee, hier niet. Yo, wat doe jij hier met die Gastly, joh? Hij zegt, wow, dat is een beeld. Heb je die underground gevonden? Hij wilde altijd al zo'n ding. Hij wilde altijd al een statue zien. En we krijgen iets van... weer stickers, jongen. We krijgen van iedereen en zijn moeder stickers, joh. Het is ongelofelijk. En deze trainer zegt... ik ben benieuwd of dat de top is van de verloren toren. Ik ben heel nieuwsgierig, maar ik ben ook wel een beetje bang. Even kijken, hoor. Hallo, meneer. Waar overleden Pokémon slapen. Dit is de verloren toren. Oh, man. Oh, jeetje. Oh, ik vind dit wel zielig. Hier zijn allemaal graven van Pokémon. Oh. Jij wil gewoon battelen hier tussen de spoken. Maar jij gaat gewoon hier tussen de graven gewoon battelen. Ik vind dit niet kunnen. Ik vind dit absoluut niet kunnen. Dit kan je niet maken met je Stunky, joh. Ook nog een beetje mijn Simba vergiftigen. Nee, dit vind ik gewoon niet kunnen. Je mag niet op de begraafplaats battelen. Daar moet je een beetje respect hebben. Hey, Gerrit, lekker jongen. Level 23. Oké, nu gaan we er ook achter komen of Shellos alleen water of alleen grond is. Nee, kijk, mijn Spark is nu nog super effective op Shellos. Dus Shellos is nu nog alleen water. En als die evolueert, dan wordt het ook een grondtype Pokémon. Dat is best handig. Dat is best handig. Want dan ben je dus niet meer... Dan zijn... elektriciteitsaanvallen niet meer super effective tegen jou. Zo, nu nog even deze quick toontje. Oh, dat is een idee. En nu een beetje respect, Oliver, voor de mensen die hier, voor de Pokémon die zijn overleden. Oké, we gaan een verdieping omhoog. Hier staan ook gewoon mensen die willen battelen. Ik vind dat echt niet kunnen. Oh, er zijn hier ook wilde Pokémon. Welke wil... Oh, het is een Gastly. Ja, Gastly is wel vet. Maar ik ga Gastly, denk ik, toch niet vangen. Nee. Ik vind het toch een beetje een Pokémon die je heel snel gebruikt. En dat wil ik juist niet in deze serie. Yo! Hij zegt, mijn Pokémon zijn gestolen van mij. Dat heeft Team Galactic gedaan. Ik zal ze nooit vergeven. Dat snap ik, gast. Maar waarom doe je hier zo boos tegen mij? Je hebt wel een vette jas aan van Gyarados, trouwens. Dat is wel cool. En dan heb je een Cleffa. Dan zie je er zo stoer en badass uit. En dan kom je met Cleffa. Ja, dan ben je wel een held. Eerlijk, dan ben je gewoon een held. Lekker hoor. Sorry, Cleffa. Absol gaat ook naar level 25. En die wil nu Slash leren. Ja, dat is top. Dan ken ik eindelijk weer een nieuwe aanval. Dan gaat Double Team lekker weg. Hij heet ook echt Kirby, deze gast. Wat een held. Oké, deze Pokéball oppakken. Een Revive. Dan loop ik even hier langs. Zo, hoppakee. Want ik wil even kijken wat hierboven is, joh. Nog meer trainers. Oh, superveel trainers. Oké, let's go. Duo battle. Tegen Misdreavus en Murkrow. Dat zijn prima nieuwe Pokémonnetjes die we opeens tegenkomen. Alleen ja, dan heb je net pech dat ik een elektriciteitsmove heb tegen jou, Murkrow. Sorry, man. Sorry. Misdreavus gaat even zorgen dat Luxio geconfused is. En bedankt. Ja, deze zijn wel cool, man. Dat zijn wel vette Pokémonies. Kom op, Luxio. Kom op. Niet jezelf slaan. Heel goed. Lekker. En dat was het alweer. Ik heb hier TM27 Low Sweep gevonden. En dan gaan we weer een etage naar boven. Het is best een hoog torentje dit, jongen. Oké. Wie zijn dit? Wie zijn deze twee, denk ik, meneren? En wat kunnen we hier doen in deze Lost Tower? Ik denk dat we nu een antwoord gaan krijgen op die vragen. Deze persoon zegt, laat me je avontuur op deze plek minder angsten, minder eng maken. Neem dit. We krijgen de Cleanse Tag. En als we die geven aan de eerste Pokémon in het team, dan komen er geen wilde Pokémon. Dus dat is op zich wel handig als je dat niet wil. Ja, dit is eigenlijk wel heel sad, hoor. Dit is gewoon de plek waar alle overleden Pokémon zijn. Dat is echt super zielig. We krijgen hier nog TM's, namelijk TM96. Oh, en dat is Strength. En die hadden we natuurlijk nodig voor in die grotten om verder te komen. Ja, joh. En als we die willen gebruiken, dan moeten we nu een Pokémon Gym gaan vinden en daar winnen. Dus we gaan weer uit de toren en op zoek naar die gym. Want die gym die zal ongetwijfeld hier zijn in Solation Town. Of Solation Town. In ieder geval de nieuwe stad. En als je die battle wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Zet het belletje aan, want dan mis je die video sowieso niet. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende Pokémon video. Mazzel!